Heróis do mar, nobre povo, nação valente. Ja, als u net inschakelt, u kijkt naar het WK voetbal. De volksliederen zijn al begonnen voor de 8e finale tussen Portugal en het altijd lastige Uruguay. Es el voto que el alma pronuncia y que heroicos sabremos cumplir. En dat betekent zoiets als dat jullie de beste zijn. Nee, dat we liever in vrijheid leven dan niet en anders dan maar dood. Wauw, heftig. Ja. Mm-hmm. Het belooft wat voor de wedstrijd. Ja. Ik ben Braz da Silva en ik ben van Portugal. Ik ben Carolina Trujillo en ik kom uit Uruguay. Ik denk dat we van Uruguay gaan winnen. 1-0. Mijn nagels zijn blauw in de kleur van Uruguay en dat is alleen voor deze keer. Dat wij Cristiano Ronaldo hebben. Ik denk dat Uruguay gaat winnen. 2-1. Tot zover de bespiegelingen vooraf van de spelers. De officiële WK-bal kan op de stip. Hier voor Cristiano. Cristiano Quaresma. Nou, ja. Ah, gaan we. En Quaresma past naar Cristiano, maar verliest de bal aan Luis Suarez. Komt dat schot 1-0 voor Uruguay. En het is ook gelijk rust. U kunt het plasje gaan doen. Het is tijd voor een kopje traditionele Uruguayaanse thee voor de spelers. En dit moet je helpen, hè, want je staat erachter. Aha. Het is ook licht verkwikkend. Wil jij dat niet proberen? Volgens mij heb jij goede ervaring met pijpjes en zo, toch? Blazen of zuigen? Zuigen. Uw commentator is een ervaren waterpijpgebruiker dankzij de Tunesische voetbalsupporters. Slurp, slurp moet hij doen, dan ben je pas klaar. Lekker, hè? Ik hou het voorlopig even bij de waterpijp. Oké. Okay. Maar Marokko ligt eruit. Quaresma naar Ronaldo. Ronaldo gaat het proberen. Dat zit erin. Goed doelpunt. Hup, Muslera schiet hem weer naar voren. Kijk, daar gaat hij. Wat een knoepert van een bal. Hoeveel heb je gewonnen nu? 5-2. Een historische 5-2 overwinning voor Portugal tegen de theedrinkers uit Uruguay. En uit blijdschap zingt Portugees da Silva alle 20 coupletten van het Portugese volkslied. Quien de guiar ta vitória, as armas sobre a terra.